Dames en heren. De laatste jaren zijn de mascottes niet meer weg te denken van onze Belgische voetbalvelden. Iedereen kent ze natuurlijk. De beer van KV Mechelen, de leeuw van Dender, de beer van Club Brugge, de draak van Mons. En dan de andere beer van Brugge, het paard van Zulte, waar hem altijd in voor een knuffel. En natuurlijk de vlotscorende zebra van Charleroi. De mascottes zijn het symbool van de ploeg. En dus wilden wij wel eens zien welke mascotte zijn clubkleuren het best verdedigt in de eerste grote mascotterace. Stefan van Loek was voor ons ter plaatse. Welkom in het Vilvoortse sportstadion, waar de weersomstandigheden allesbehalve zijn voor de eerste nationale mascotterace. Ze zijn van over het hele land toegestroomd. Beren, wolven, vossen, draken, zebras en pompoenen. De opwarming eerst en we herkennen de Denderse leeuw. Stretchoefeningen bij die van Lierse, bij die van Mechelen. En terwijl de Beverse leeuw het thuisrond op de hoogte houdt, zie je daar plots twee Brugse beren broodjes smeren. Ook de beesten moeten vestimentair in orde zijn. Dat betekent het shirtje moet in de broek, niet eruit. Zo hoort het. En die laatste minuten die brengen toch de nodige extra druk mee. Kijk maar eens bij de draak van Bergen en de Lokerse Vos. Klaar voor de start. Nog wat stretchoefeningen. Of zijn het toch vooral de zenuwen die toenemen met de minuut? 100 meter over horden en over autobanden. Benieuwd wat dat wordt. En nog een obstakel in de weg. Deze gorilla wil laten zien dat hij ook van de partij is. De laatste aanmoedigingen en daar het startschot. En daar moet je toch echt wel een ajuin voor zijn uit Aalst om een valse start te nemen. Tweede poging. En nu zijn we wel weg voor de 100 meter. Prima start van het paard van Zulte Waregem als eerste over de horde. Gevolgd door Dolf de Waaslandwolf. En daar is de Indiaan van Gent. Die ontwijkt de gorilla. Verandert wel van baan, maar komt als winnaar over de streep. En heeft aardig wat voorsprong voor Dolf de Waaslandwolf. En hier onze laatste man, de ajuin, die alsnog wordt opgewacht door de zebra uit Charleroi. Het kostenverschil is duidelijk. In de herhaling zien we het mooie uitwijkmanoeuvre van de Gentse Indiaan, die als winnaar over de streep komt met ruim verschil. Felicitaties er bovenop van de Brugse beren, maar het is duidelijk dat iedereen zeer diep is moeten gaan. Het paard van Zulte Waregem, om nog maar te zwijgen van de zebra van Sporting Charleroi. Die moet zelfs gereanimeerd worden. Kijk eens aan en weggedragen op de draagberry. Maar toch haalt hij nog tijdig het podium. Op het derde schavotje. Tweede is voor de Waaslandwolf en het bovenste voor de Gentse Indiaan. Daar hoort uiteraard een biertje bij, want ook beesten weten waarom.